Hallo iedereen en welkom bij de laatste aflevering van deze Halloween Horror. En ik weet, het is een dagje laat, maar... Yay, we spelen het nog voor Halloween. Dat wel. Oké. Zoals je misschien merkt, Kirsten zit in een andere dan ik. Mm-hmm. Want we krijgen het niet voor elkaar om over het internet te spelen. Dus we doen het lekker zo. Dus het kan dat betekent dat je twee keer kan schrikken. Yay. Misschien. Oké. Even de regels. De regels zijn: do not break blocks, do not sleep in beds, do not kill monsters, and do not play the map if you're epileptic. Nou, ben jij epileptic? Nee, gelukkig niet. Oké, ik ook niet. Daar gaan we dan! Ja. Zullen we op de knop drukken? Ja. 3, 2, 1. Oké. Maar er is niks en ja, dan... Ja, hij doet. Yeah! Die setting game. Oh, ik hoor de regen. Gelijk regenen. Echt hè? Oh, dit is echt creepy as fuck. Dat houdt op hoor. Ik vind het heel eng. Cool. Waarom zijn we in een ziekenhuis? Ik durf het niet. Yes. Oh my god, ik kom weer. Oh ja, voordat het verder gaat. Zeg maar, Ralf heeft het ook nog geprobeerd. Maar het is, of niet deze map trouwens, maar hij heeft andere maps geprobeerd. Maar het faalde het ook eens een beetje omdat hij de verkeerde versie van Minecraft had gepakt. Dus niks werkte. En toen uiteindelijk heeft hij het spel maar gebroken. En daar is hier nu een klein... Oh my god! En daar is hier nu een klein clipje van. Oh, what the fuck. What the fuck? Misschien moeten we het twee keer doen? Oh, shit. What the fuck? Oké. Dan ga ik maar eens even iemand kapot slaan. Hey Bill. Nee, ik heb werkelijk geen idee wat ik moet doen nu. Ik weet niet of mij ligt dat het gewoon een spel kapot is, maar ik kan niet zo bijzonder weer. Ja, weet je, dan ga ik gewoon even kijken of ik gewoon door de deur heen kan slaan, anders weet ik het ook niet. Volgens mij kan het. There we go. Waarom doe ik dit? Damn it. Ah, kijk. Er zit hier een gat. Oké, weet je wat? Ik zet het meisje hier neer. Hoppa. Appoing. Wat? Wow, what the fuck? Oké. I like to get out now. Ja, iets zit dus vast. I'm gonna get myself out of here. I don't care if I hack to hack through the game. Alright. Shebang. Oh, heb ik gewonnen? Oké, en welkom terug bij Blacklight. Kirsten, loop je dan altijd door de deur? Nee. Wil je door de deur? Oh my god. Ik ben zo bang, hè. Ik ben ook bang dat er allemaal jumpscares komen en zo. Ik denk dat er wel mogelijk is, ja. Oké, ik ga door de deur. Om het hoekje en zo. Oké, ik kijk naar rechts, naar links. Oh ik, my god, waar gaan we kan ze op gaan? Naar links is niet zoveel volgens mij. Nee, ik zie daar gele pijlen. De deuren doen allemaal niks. Kan je niet overheen? Oh my god. Kirsten kan helemaal niet tegen horror. Zullen we rechtdoor gaan? Oh my god. Ik ga echt gillen, jongens. Ik ga rechtdoor. Oh my god, de deur gaat open. Gaan de deur... Jij doet ze open, toch? Ja. Oké. Volgens mij zit de wc. Het is donker daar, ik durf niet. Dan kunnen we niet samen in dezelfde map. Nu is het enger. Ja, maar enger is goed. Oké. Ik heb gekeken, er is niks. Echt? Ja, er is niks. Als je liegt, hè? Nee, er is niks! Anders dan zou ik... Ik schrik ook waarschijnlijk echt keihard als er iets gebeurt. Oh god. Oké, dus ik loop terug. Dat is de deur niet open. Ik ga de deuren weer dicht doen. Oké. Ik ben even een stukje verder gelopen. Oh god. Wat is dit? Oh my god! Wat? Het is onweer. Oh, het is onweer. Wat is hier dan? Wat is dit? Dit is eng. Dit is niks. Het is hier donker. Wil je de creepy ladder of doom af? Of wil je de trap naar beneden, naar de kelder? I don't know. Het ziet er beide vet eng uit. Wat is hier dan? We gaan naar de kelder. De kelder? Okay. Oh, ik hoor geluid. Ben je al beneden?
Nee, maar ik hoor geluid. Loop jij maar eerst naar beneden. Ik ben beneden. Oké. Okay. Oh, er is nog een ladder naar beneden. Een ladder? Ja, dat is een trap. Oké. Okay. Oh, ik ben echt bang dat er straks het komt. Dan naar links. En dan gelijk nog maar een keer naar links. Waar gaan we heen? Zeg maar naar de trap naar beneden, gewoon naar links. En dan nog een keer naar links. Wat is dit? Oh, dit is echt super eng. Het is gewoon in Minecraft, hè. Dat vind ik echt zo vet. Dat het gewoon nu gewoon... Oh, ik hoor zombie geluiden. Oh, ik zie een zombie. Oh my god! Ah! Ah! Oh, ik ben dood. Hoe moet je dat? Oh nee, dat beest. Je mag het niet doden, toch? Nee, je mag niks. Maar ben jij dood? Ik ben dood. Oh my god! Oh, ik hoor ze nog steeds. Wat? Hoe kan ik op dood zijn? Ik ga de ladder op. Oh my god, is hij weer? Ik kan ook niet wegrennen of zij. Min 2 klap heeft hij me al dood. Ik hoor enge muziek. Ik ga de ladder op. Ik kom niet meer verder. Hij maakt me gewoon constant dood. Oh. Ik ga hem dood hoor. Oké. Okay. Daar nee, is hij niet hier. Ik hoor wel wat, though. Wow, hoor je dat gefluister ook? Nee, want ik ben nog bezig met een beest doden. Oké, okay, hij is dood. Anders kom ik niet eens verder. Heb jij geen last van die zombie beest? Ja, ik ging dood, maar hij ging niet naar waar ik spawnde. Ja, ik ben zeg maar teruggerend naar de spawnplek. Oh. Dus, vandaar. Ik ben nu op dezelfde plek, maar ik zie hem niet daar. Ah, ik kan de deur dicht doen, oké. Okay. Oké. Okay. Is hij dood? Ik heb hem doodgemaakt. Oké. Okay. Ik ben naar beneden gelopen. Ik kom niet meer verder, want hij had me echt in 2 klappen al dood. Ben jij ik durf echt geen 1 kamer in. Ben je alweer de trappen afgegaan? Isolated patients. Oh my god. Welke trappen? Doe meer! Ladders zijn echt eng! Ben je nog een trap omlaag gaan? Nee. Hoeveel trappen ben je omlaag gaan? 1. Ik ben daar die gewoon ene. Even aan het kijken. Oh, alles gaat zo vloeiend. Oh, hier is een bed. Hier kun je niet langs. Welke trap ben jij nou? Ik weet niet waar je bent er. En ben vanaf de spawn ben ik 1 trap omlaag gaan. Oké, okay, verder nog niks. Nee, verder ben ik naar rechts gegaan. En ben ik daar wat kamers aan het checken. Het wordt er ook niet beter op of zo, hè? Wat bedoel je? Weer, het wordt alleen maar kutter. Oké, okay, er is nog een kamer, helemaal aan het einde van die hal. Als je zeg maar de trap afloopt, dan helemaal naar links, helemaal aan het einde van de hal is de kamer. Daar ben ik nu aan het kijken. Er is volgens mij niks, though. Nee, ik zie ook helemaal niks. Hè. Waarom is er niks? Ik weet niet eens wat we doen. Oh, die deuren kunnen ook open. Je hebt zo'n bed in de hal en daarachter zit een deur die open kan ook. Ja. Ik durf er alleen niet naar binnen. Er is ook niet zoveel, gelukkig. Wat zie je dan? Isolation... isolated patients. Oké. Okay. Nou, daar is niks. Volgens mij kunnen die andere trap omlaag. Hoe vind je deze man überhaupt? I don't know. Ik denk niet of je... Ik weet niet of je komt binnen. Ik ben echt bang. Ik weet niet wat het verhaal is. Ik weet dat we in een fucking enge plek zitten. Want dit is echt best dit goed is gedaan. Dit is echt super creepy. Ik ga die andere trap af. Ja, ik ben ook de trap afgegaan. Oké. Okay. Oh, het is helemaal donker deze. Okay, je kan nog verder de trap. Oh my god. Ik schrok van blokjes. Van blokjes? Ja. Is ook niks. Oeh, Douglas, ik durf niet. De deur ging open. Ik kan gewoon de deur open doen. Helemaal bang dat als ik naar binnen ga, dat die deur ineens dicht gaat of zo. Oh ja, dat zou best wel kut zijn, inderdaad. Maar dat is tot nu toe bij mij nog niet gebeurd. Ik zie buiten ook helemaal niks. Ik weet niet waar ik heen moet. Het is donker. Je bent echt zo bang, hè? Oh my god, het wordt weer licht je buiten. Je kan ook niet in. Oh ja, het wordt inderdaad licht buiten. Is dat de bedoeling? I don't know. I don't care. Ik vind het chill. Oh, oké. Okay. Zie je een gat in de grond? Ik weet niet waar ik heen moet. Je kan nergens heen hier. Zit er een gat in de grond?
Oh nee, ja, klein. Er zit een vrachtgat in de grond. Ik ga denk ik nog een trap af. Ga jij nog een trap af? Ja. Wat is hier dan? Maar ik kan naar de Isolated Patients gaan, helemaal aan het einde van die gang. Ja, yeah, I know, maar ik durfde daar niet in. Ik ga kijken. Ik ben er eng. Er staat iets op de muur. Er staat death en... Oh, en fuck you op de kop. Oh, en nog iets. Fuck you. En stop staring at me. Oké. Okay. Ik stare at niemand. Oké, okay, we kunnen volgens mij die andere trap omlaag, want er is volgens mij verder niks. Ga jij maar. Oh, ik haat het onweer echt. Het onweer is bij mij weg. Oh my gosh. Ik kon het echt weer terug om. Ik kan echt niet slapen vannacht, hoor. Ah, het is morgen Halloween, dus dat is niet... Ja, yeah, ik hoor... Wat hoor je? Ik hoor de zombie. Wat? Ik hoor iets, maar ik weet niet wat het is. Oké, okay, ik ga kijken op deze... Oh my god, die zombie is fucking eng! Normaal vind ik zombies niet zo eng, maar... Ik hoor hem alleen maar, ik zie hem nergens. Weet je ook, zeg maar, op een plek waar echt overal een soort van tralies voor de yeah, voor de deur zitten, een soort van gaas. Oh, hier kan ik in. Yay. Oh, dit is precies hetzelfde als net. Er staat weer death en fuck you op de kop en zo. En een schilderij. Ik ben door een halletje gegaan. Dat is echt creepy as fuck. Oh, ik vind het nou wel meevallen ineens eigenlijk. Geen geluid. Oh my gosh. Oh, ik kan asylum in. Oh, press E. Ja, daar ben ik ook in. Oh, yay, inventory get. Ga je daarin? Ja, ik ben erin, maar... Het is daar... Bij mij is het licht, bij jou ook licht? Ja. Ik vraag me af of dat de bedoeling is. Ik vind het vooralsnog eng. Of het nou licht is of niet. Ik hoor wat. Ik hoor niks. Is het de bedoeling dat we daar naar beneden gaan? Want ik durf niet. Waar is daar? Ja, bij die Esselen, zeg maar, waar je dat halletje dan doorheen gaat. En dan kom je bij een donker plekje en zo, met een zwart-witte vloer. Oh ja, allebei, ja. En als je dan naar de achterkant gaat, kan je ergens naar beneden weer. We horen weer enge geluiden. Maar dit is echt creepy as fuck. Zullen we daar maar naar beneden gaan dan? Ik ben beneden. Je bent beneden? Oh, oh god, ik zweer als hier iets komt, hè. Waarom doe ik dit? Ik ga gewoon doorrennen. Wat is hier? Oh, deze kamer is... Oh! Wat? Kirsten is het opgesloten in de kamer! Wat? Oh my god! Oh my god! Wat? De kamerdeur ging dicht en het licht ging uit en het was super, zeg maar, super enge geluiden. Welke kamer zat je dan? Zeg maar, als je net de trap afkomt. Uh-huh. En dan, zeg maar, moet je een stukje teruglopen onder de trap door, dan naar rechts. En dan, daar is onder zo'n... Onder de trap door? Zeg maar, zo'n ding. Oh, daar. Ja. Ja, dat durf ik echt niet in, hoor. Snap ik. En dit is een holodeck van Star Trek. Kun je daar nog ergens verder, of niet? Hé, hey, ik zie een... Huh? Oh. Wat? Ik zie een hendel. Echt? Waar? Daar? Ja, ik weet niet of het misschien deel is van de scenery of iets dergelijks, maar... Welke kamer zet je dan? Die rooie of zo? Nee, die rooie niet. Welke dan? De rooie is die enge. Zeg maar helemaal achter de trap. Dan kun je ergens door... Oh, deze door, hendel. Dan... Ja, denk ik. Maar het kan zijn dat dit gewoon, like, de douche is of zo. Ik heb een music disc. Oh ja! Oh! Hij speelt het af. Yes. Russian hospital and asylum. I'm in a room. There's lights flashing. It's very dark. It's raining. Raining. Dat accent. Ik geluid het creepy. I don't know what's going on. I hope someone will come to rescue me. I don't know what happened anyway. I know something about mutations or zombies. Oké, doei. Stop maar. Stop maar met praten. Het is goed zo. Overhead live wires. Ja, dit is wel een ding. Zullen we die hendel omzetten? Ik heb die hendel al omgezet, maar... Oh. Yay! Oh, die zet gewoon het licht aan en zo. Ja.
Fijn, het was sowieso wel niet heel erg donker bij mij. Oh, heb je je brightness wel op moody gezet? Ja, ik heb hem op 20%. Oh, oké. Okay. Waar gaan we nu heen? I don't know, je kan hier niet. Kan je hier kan je in? Ik ben niet verder. Maar welke kamer zet je vast dan? Want ik heb niet vastgezeten in een kamer of zo. Ben je echt als die rode kamer waar ik in die je zag? Ben je in die rode kamer gegaan? Ja. Nou. Waarom ga je daar ook in dan? Ja, hallo! Eens kijken waar weet wat. Het is natuurlijk super creepy die kamer eruit ziet. Ik ga weer terug hoor, via dat halletje. Ja, is goed. We konden nog weer helemaal naar beneden ergens, toch? Oh, ik hoor wat. Oh, ik hoor de kettingen. Kettingen? Oh, deur dicht. Ja, ik hoor wat engs. Ik hoor nu geen donder meer, dit vind ik best creepy. Oh, wacht. Het is nu best eng stil. Wat is dit? Het is voor mij ook eng stil. Oh my god! Wat is er? Weet ik veel, ik ging een kamer binnen waar Death stond, maar dat was heel eng en zo. Oké, okay. Ben je helemaal teruggelopen naar die trap? En ja, dan ga je naar... ik ga de trap weer naar beneden. Oké, okay, ik ben nu ook beneden. We kunnen nog verder naar beneden! Oh my gosh. Hoe ver naar beneden kan je? I don't know. Ik ga op deze verdieping kijken. Oh, de receptie! Oh, vet. Misschien is er een gift shop. Oh god, ik durfde echt niet naar beneden. Ik heb hier de music disc gevonden. Oh, dit is helemaal achter de schermen. Hallo. Waar ga ik naartoe? Oh nee. Oh, nog een music disc. Ik heb nog een music disc gevonden. Zeg maar, ik hoor echt een super creepy geluid. Ik hoor niks. Ik ja, ga die music disc opzetten. Mijn naam is Dr. Thomas. Oh hier, ik ben ook bij de music disc. Oh, dat is echt eng, ik zweer. Don't know anything. But there are some... Don't know anything. Zombies are don't know, but... I'm alone here. I'm in the corner next to the window. I'm dat accent. Het is wel vet op zich. Maar ik vind het goed. Ik ga er niet meer verder naar luisteren. Hallo, ik heb jullie music discs. Hallo? Heb je ze meegenomen? Ja, ik neem ze mee. Oh, ik niet. Om ze misschien nog in pas later. Van pas. Oké, maar er is hier nog een deur waar ik nooit heen geweest. Ja, die deur tegenover de receptie. Ja. Die is creepy as fuck. Kijk, je kan helemaal naar beneden. Oh my god. Oh! Wat? Dat ze echt... Ga er niet naar beneden hoor, ik durf niet. Ah, ik val niet! Ah, ik ben dood. Ben je dood? Ja. Die zombies maken je veel te snel dood. Ik heb nog een hendel gevonden. Die zombies maak je echt veel te snel dood. Hé? Hey. Ja? Dat is al best. Ik zie geen zombie daar bij mij. Ik heb wel die hendel over gehad. Ik denk dat je dat ook moet doen. Welke hendel? Er is daar beneden een hendel. Waar beneden? Zeg maar daar waar je naar beneden ging. Zeg maar tegenover de receptie. Die trap naar beneden. En dan zeg maar, jij ging dood door een zombie. Maar die was bij mij geen zombie. Oké, het onweert weer. Ja, hij was ook niet daar. Al zeg maar, als je nog daar? Een ladder naar beneden ging. Was er een ladder naar beneden? Ja, nog een ladder. Je weet wel, hij deed naar beneden gaat. Oh, de trap bedoel je? Ja. Oh, oké. Okay. Oh my god, ja inderdaad! Ja, die zombie maakt je zo dood. Ik bedoel, van hoe kan je die zombie ontsnappen dan? I don't know. Misschien moet je wachten tot ze weglopen ofzo? Ik weet niet of ze wel weglopen. Ik weet het ook niet. Blijf daar staan, zeg maar. Het doet heel gek. Het zijn er twee. Wat? Ook trouwens. Echt? Mij wel. Ik ga wel naar beneden, want het ergste wat me kan overkomen is dat ik mijn music disc kwijtraak en dat ik helemaal naar beneden moet lopen weer. Dat is sowieso helemaal naar beneden lopen. Ik ben er voorbij gelopen. Hoe dan? Er zijn twee deuren en ik ben er voorbij gelopen. Maar hij zit bij mij vlakbij de deur. Ja, bij mij ook, maar er zijn er twee. Aan allebei de kanten. Hoe bedoel je? Zeg maar, het zijn twee keer twee deuren. Oké, maar alsnog. Oké, ik ben buiten.
Ik ook. Oké, zo vast. Even de deur dicht. Ja, ik ook. Ik deed ook gelijk de deur dicht. Fuck deze shit. Oké, buiten is iets minder eng. Oh, hier kun je ook in volgens mij. Waarin? Oh, hier, hier. Zeg maar, als je... Er is zo'n... op de hoek. Op de hoek is er een gat in, het, in de muur. Dan kun je in. Op de hoek. Even kijken. Gat in de muur. Oh, dan zie je helemaal niks. Ik zie wel een deur in de muur. Het huis staat in de fik. Nee. Douglas? Ja? Ik zie een deur in de muur. Oh, dat deur naar de electricity in de hospital in Aslington open. Oh, deze is ook gegaan omdat we die twee hendels om hebben gezet. Oh ja? Wacht. Ja, als je naar buiten ging en dat pad volgde en dan naar rechts ging. Pad op. Het pad gewoon volgen en dan... End of dream. Is dit einde? Weet ik niet. Ik ben bij een of ander gek fonteintje of zo dat leeggelopen is. Fonteintje? Ja, ik zie nog geen deur. We gaan het kijken nog hoor. Kijk. Oh, daar! Oh, oké, okay. Wacht daar. Ja. Oh ja, dit is fonteintje inderdaad. Even kijken hoor. Turn on the electricity in the hospital and a silent to open. Oké, okay, ik ben daar nu. Oh! Wat? Onweer! Oké, ik ga er nu ook doorheen. Ga je er doorheen? Ja, oh wacht, ben ik daar al geweest? En er doorheen aan het rennen. Oh, oh. Ik werd ergens anders gespand. Hé, hey, dat het voorbij was. Wat? Wat? Ben je door die gang? Ah, mijn god! Nee, ik ga er nu heen, want ik dacht ik ga eerst hier even checken, maar ik was hier al, ik ben hier nog niet, er is daar niks. Dan ben ik weer ergens anders. Oké. Okay. Oh! Ik ga ook even kijken. Nee, ik wil door die deur. Door die gang. Laten we door de gang gaan. Oh ja, oké. Okay. Oh, er is hier ook een knop. Ik ben weer ergens anders. Heb je die knop heb je op de knop gedrukt? Oh! What the fuck is dit weer? Ik ben weer terug! Ik ben weer terug! En we zijn weer terug waar ik net was. Ja, je moet telkens verder gaan door die gang heen. Oké. Okay. Je gaat naar een paar verschillende kamers. Gewoon door blijven rennen. Oké. Okay. Oh! Wat ben ik nu? If you pressed all secret buttons in the previous areas, you unlocked the door. Oh nee, je moet alle buttons doen! Ik heb niet op alle buttons gedrukt. Ik ook niet, ik heb helemaal niet op alle buttons gedrukt. Ah nee, nu zit ik alsnog vast. Ik was niet al op boost, ik heb één button gedrukt. Kan je niet teruglopen? Nee, zit hij vast nu. Ja? Ja, dit is het einde al. Waar is de button? Ik zie geen button. Ik zag geen button. In de kamer heb je een button. En daarom zijn ze op secret. Ja, oké, okay, fair enough. Maar ik zoek ze en ik kan ze niet vinden. Eentje kon ik vinden. Oh. Developer Blue. If you press all secret buttons, you unlock the door. Oh, oké. Okay. En dat is het? Ja. Er waren nog geen jumpscares. Nee, gelukkig maar. Soort van. Oké, hij was wel minder creepy dan ik had verwacht. Maar... Ik vond de sfeer echt heel erg goed. Als ik heel eerlijk ben, vond ik de sfeer van deze film wel enger echt super dan... Bang. Ik durfde echt nergens in te gaan. Maar inderdaad, er zijn, als deze jumpscares had, dan was hij nog beter geweest. Dat is ja, inderdaad. Maar het was ook wel heel jammer dat we niet samen in één map konden. Ja. Maar in ieder geval, het is ons gelukt. Nou, niet echt eigenlijk. Nee, echt niet. Eigenlijk hebben we kaart gefaald. Oh wel. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer! Oh, wacht. Oh ja, en niet vergeten, dus de nieuwe aflevering van 33 Adventures. Ja! Belangrijk. Oh, jezus. Ik heb er zo heel veel moeite in gestoken. Anyway, volgende week gaan we weer door met een normale aflevering van Sadistic Survival. En nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Doei! Doei! Hallo internet en ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering van Noobcraft. Als je op dit vlak klikt, ga je naar meer Sadistic Survival. En als je op dit vlak klikt, ga je naar de webserie van mij en mijn huisgenoten, genaamd 33 Adventures, waarin ons huis de ruimte gaat. En waarin wij wekelijkse updates hebben. Dus ik hoop dat jullie daartoe gaan. En anders, je kan ook nog hier beneden op de subscribe knop klikken. En in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!